een onderscheid maken, collega's, op basis van herkomst, op basis van religie, op basis van ras, is onverbloemd racisme. En dat is wat in de Verenigde Staten vandaag gebeurt. Puur racisme. Collega's, dit is een nieuwe vorm van apartheid, als u het mij vraagt. En dan nog, en u mag ermee lachen, en dan nog in een land, de Verenigde Staten, dat voor 99% bestaat uit migranten. Dat is de waarheid. Het bestaat voor 99% uit migranten. Dit gaat, collega's, over fundamentele waarden. Dit gaat over fundamentele waarden van de westerse samenleving en ook van de Vlaamse samenleving. Het is niet uw afkomst die van tel is, het is uw toekomst die van tel is. En daarom, meneer de minister-president, vraag ik u wel uitdrukkelijk om elke racistische daad van de Verenigde Staten heel uitdrukkelijk en scherp te veroordelen. Wasjoens. Actua TV. Het hele verhaal.